Ja, dank u voor dat het enigszins vertraagt. Ja, onze fractie is natuurlijk hartstikke blij met de beantwoording van de burgemeester en op de lijn die hij daarin volgt, dat hij gewoon alle organisaties in deze stad betrekt, met name tijdens Oud en Nieuw en de inzet van vrijwilligers. De successen zijn natuurlijk ook gewoon niet te ontkennen. Ik hoor continu eigenlijk hele negatieve verhalen en over legitimiteit, waar de heer Gendwis aan refereerde. Wat ik ook een hele kwalijke vind, want de moskee As-Sunnah heeft gewoon een legitimiteit binnen deze stadsgrenzen en is geen ondergrondse organisatie en wordt eigenlijk wel als zodanig geframed. Ongeacht wat je vindt van de salafistische stroming of wat deze moskee ook predikt en de predikers die ze uitnodigen, blijft het natuurlijk gewoon een legitieme organisatie binnen de stad. Ik vind het dan ook jammer dat juist een partij die ook opkomt eigenlijk voor meer geloof, zoals ze zelf zeggen, in de samenleving, dat ze eigenlijk andere geloofstromingen dit willen ontzeggen, maar voor zichzelf dat wel opeisen. Er worden ook voldoende vrijwilligers ingezet rondom kerken, rondom synagoges, rondom welke gebedshuizen dan ook. En dat moet gewoon geen enkel probleem zijn binnen de stad. Interruptie van de heer Gendwis van de ChristenUnie SGP. Voorzitter, de ChristenUnie SGP is een groot fan van godsdienstvrijheid. Het gaat hier echter om de onafhankelijkheid van de overheid, om het zich thuis voelen in de wijk door alle burgers. Het gaat hier om een organisatie, de As-Sunnah Moskee, verbonden met het salafisme, in ieder geval zichzelf als een salafistische moskee ziet, in ieder geval de meeste mensen zullen dat zeggen. En op het salafisme zijn kritische opmerkingen gemaakt door de AIVD. Er zijn de afgelopen jaren niet dat soort opmerkingen gemaakt, zelfs niet over de meest orthodoxe christenen in bijvoorbeeld de Staphorst, zoals ze wel zijn gemaakt over bijvoorbeeld de As-Sunnah Moskee. Voorzitter, dat kan al zijn, maar het gaat hier nogmaals om het feit dat het een legitieme organisatie is binnen de stadsgrenzen. Er is geen strafbaar feit, er zijn geen strafbare feiten, dus we kunnen niet concluderen dat de As-Sunnah Moskee geen legitimiteit binnen deze stad zou hebben. En om terug te komen op dat salafistische waar we zo op hamert, tijdens Oud en Nieuw wordt er geen salafisme uitgedragen. Sterker nog, binnen het salafisme is het vieren van Oud en Nieuw ten strengste verboden. Men mag niet eens Oud en Nieuw vieren binnen het salafisme. Om ook even te komen op de sharia-politie van de heer Van Eest, hij heeft het over. Binnen de sharia mag geen kerst en Oud en Nieuw worden gevierd. Maar het is juist een daad van integratie van dezezelfde salafisten dat ze de straat op gaan in samenwerking met de politie. Ze vervangen de politie niet, het is een aanvulling op politiewerk. En ze spreken mensen aan op hun gedrag. Ze spreken ook niet willekeurig mensen aan, maar puur mensen aan op gedrag. Zodra er iets dreigt mis te gaan, denk aan autobranden, denk aan allerlei zaken die we niet willen tijdens Oud en Nieuw. En dat heeft gewoon de afgelopen jaren tot succes geleid. Niks meer en niks minder, dus ik snap echt uw koud watervrees niet. Nou, tot slot, voorzitter, het mag natuurlijk interruptie van de heer Gendwis. Voorzitter, voor alle duidelijkheid, ik zeg niks over de oprechte intentie waarmee individuele vrijwilligers hun inzet hebben geleverd tijdens de jaarwisseling. Het gaat mij over dat iedere burger, iedere groep burgers zich ook veilig en vrij in deze stad moet kunnen voelen. En dat we niet legitimiteit verschaffen aan een organisatie waar zoveel mensen ook niet zich alleen thuis voelen, maar een veelvoud ervan zich daar niet bij thuis voelen. Dus het gaat hier niet over godsdienstvrijheid wel of niet, het gaat over welk signaal zenden we hier als overheid uit. En ik sta hier niet alleen voor zowel voor godsdienstvrijheid als voor het veilig kunnen samenleven van alle burgers, ook in de Schilderswijk. Daar nog was, ik hoor eigenlijk niks nieuws. Het is hetzelfde verhaal. Is het glas half vol of is het nou half leeg? Want u kunt namelijk zeggen dat er mensen zijn die wellicht niet altijd blij zijn met As-Sunnah Moskee. Ontken ik niet. Er zullen een aantal mensen zijn binnen de samenleving die er allerlei vraagtekens bij zetten. Maar het is hier niet het issue, dat is hier niet het punt. Want er zijn ook heel veel mensen in de wijk die zich ook verbonden voelen met de As-Sunnah Moskee. Dat kunnen we leuk vinden of niet leuk vinden, maar het is gewoon een vaststaand feit. En die mensen vinden het wellicht wel fijn dat er toch vrijwilligers bestaat zijn om juist hun kroost in de gaten te houden, om toch erop toe te zien dat mensen niet over de scheef gaan. Niks meer en niks minder. En nogmaals, ik zie de koudwaterfeest niet. Ik gun het namelijk alle gebedshuizen binnen deze stad. Gun ik het om hun vrijwilligers in te zetten. Daar waar ze wat kunnen toevoegen, alle vrijwilligers zijn welkom. En nogmaals, u doet net alsof er allerlei doemscenario's kunnen plaatsvinden. Maar dat is naar mijn mening niet het geval. Interruptie van de heer Okçuklu. De heer Kolani volgt het dan. Ja, voorzitter, dan kom ik gewoon tot slot uiteraard dat ik de beide moties, mijn fractie zal de beide moties uiteraard niet steunen. En wij gaan uit van het positieve en zeggen dat alle vrijwilligers welkom zijn. En we steunen daarin volledig de lijn van de burgemeester en hopen dat ook zijn opvolger deze lijn zal doorzetten. Het woord is aan de heer